Hey, vet dat je weer kijkt. En je hoort het misschien wel op de achtergrond. Het is een enorm vogelconcert hier. Ik ben in Delerwoud en het is weer lekker vroeg. En ik ga er even lekker op uit om te kijken of ik wat herten kan vinden vandaag. Ik ben heel benieuwd wat ik tegen ga komen. Misschien zit er nog een leuke verrassing in. Ik ben benieuwd. Dus we gaan er lekker op uit. Ik heb er zin in. Nou, de eerste drie damherten zijn gespot. Dat was wel leuk, want ik stond er eerst dacht ik naar twee te kijken. En toen liep ik een heel klein stukje door. En toen zag ik opeens nog één achter een boom vandaan komen. Dus uiteindelijk drie damherten. En nu even rustig gaan verder lopen. Ik ben benieuwd of we verder nog tegen gaan komen. Het is tot nu toe een beetje rustig, dus ik ben benieuwd. Stond ik net als een grote bond specht te filmen. En wat denk je wat? Draai ik me opeens om. Komen er een paar damherten het pad overgestoken. Dus eerst eentje die zag ik zijn kop over het pad heen steken en toen oversteken. Toen erachteraan nog een paar. En ik stond heel blij er door mijn camera naar te kijken, maar ik ben vergeten op opnemen te drukken. Dus die beelden, daar moet je maar eventjes je verbeelding bij gebruiken. Nou, het is erg rustig nog steeds. Teller staat nog steeds op 8 damherten die ik in 2 spots gedaan heb. Dus het is nog niet heel veel, maar ja, dat soort ochtenden heb je ook soms. Dat het gewoon heel rustig is. Dat het wild zoiets heeft van, nou, vandaag even niet. Het is ook voor mij zondag. Nou, en dan zie je ze gewoon niet. Kan gebeuren. Maakt niet uit. We gaan gewoon lekker verder. Wie weet komen we nog wat mooie dingen tegen. Nou, mooi. Toch nog een flinke groep damherten. Ik denk van een stuk of 15, 16 dieren zeker. Aardig aantal stonden lekker te grazen. En dat is wel mooi, want dan kan je er gewoon lekker even rustig naar kijken van een afstandje. Het is toch altijd een imposant gezicht, zoveel dieren bij elkaar. Dus we hebben er weer wat bij. En nog een eenzaam damhertje. En ondertussen hoor ik op de achtergrond ook al een aantal keren zwarte specht. Dus misschien heb ik nog even mazzel en komt die ook nog even voorbij. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Dat zou wel een leuke bonus wezen zo op zo'n ochtend. Nou, rustig ochtendje zo. Een aantal damherten gezien, maar dat was het verder ook. Dus niet heel veel. Maar ja, goed, dat kan natuurlijk ook een keer gebeuren. Hè. Het is de natuur. Je kan het nooit voorspellen hoeveel je gaat zien. En dat houdt het juist ook wel weer spannend. Als je dan de volgende keer weer veel ziet, dan is dat weer mooi meegenomen. Ook de eerste boerenzwaluw gezien, dus dat is ook leuk. Het is ook altijd echt een voorteken van dat de lente en de zomer gaan beginnen. Dus wat dat betreft, wel een aardig ochtendje gehad zo. Ik hoop dat jij het ook leuk vond om mee te kijken. En ik hoop natuurlijk ook dat je de volgende keer weer kijkt. Zie ik je dan weer. Tot dan. Doei doei!